zijn vandaag bij het WBR en ik heb een gesprek met Jan Verhulst. Jan, stel jij eens zelf voor, wat is je functie en wat heb je eigenlijk gedaan bij het WBR? Nou, ik werk bij het WBR als onderhoudsvakman. En ik loop al zo'n 33 jaar in de wijk Krooswijk. Daar heb ik in het begin heb ik zeg maar de klusjes gedaan. Alle klusjes die voorkwamen in de wijk. En ik ben op een gegeven moment in het kantoor binnengehaald. En daar doe ik als het ware zeg maar het opzichterswerk. Ja, de inspecties, de eindinspecties. Lege woningen opnemen, inspecteren, werk uitgeven aan de aannemer. Al dat soort bijkomstige werkzaamheden. Toen je 33 jaar geleden begon, hè, dat was toch wel een hele andere periode, een andere tijd. Ja, ik ben begonnen in het district Kralingen. Dat zat vroeger in de marines van de Stoepstraat. En toen was het Kralingen-Krooswijk, zeg maar. En vanuit Kralingen ging ik mijn klusjes doen. In Kralingen en in Krooswijk. Vroeger ging ik met de bakfiets, met een of andere kap eroverheen voor de regen. Ging ik vroeger met de caddy, zeg maar, een motorcaddy, gingen wij dus naar de klusjes in Krooswijk. Nou, toen stond ik in Krooswijk, rioleringjes op te graven in de straat en te ontstoppen met nog een andere collega bij me. Nou, en dan had je daar de ochtend, had je daar heel de ochtend werk aan. Je moest een stukje riolering vervangen of een putje metselen wat afgebroken was aan de gevel. Maar je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer al niet lang voorbij. En daar ben je natuurlijk heel veel in contact gekomen met de Krooswijkers. Ik heb heel veel contact in de Krooswijkers gehad, ja. Van haringgeur vermengd met zonnebrand. In het begin was het oude Krooswijk was hartstikke leuk om in te werken als vakman. Ja, nu is het heel anders. De wijk is helemaal veranderd. Er is een hoop gesloopt. Dus ik word alleen maar minder. Ik kan me best voorstellen dat het jou dan ook wel doet. Want het is toch een gedeelte van je leven, hè? Nou, dat kan je wel zeggen, want ik heb hier 33 jaar gelopen en dan, al die voetstappen die ik hier in die wijk gezet heb, ik vind het wel heel wat er gebeurt hier in de wijk. Want ja, je hebt toch een band met die wijk. Je hebt hier al je hele leven gewerkt, je werk gedaan. Dus. En nu eigenlijk de laatste dag dat je de deur achter je dicht doet, wanneer is dat? Daar heb ik wel een beetje, het is nou afgelopen. Ik moet dan stoppen op een gegeven moment, want op een gegeven moment dan moet je gewoon stoppen. Maar dat is volgend jaar juli, 1 juli, ga ik echt afscheid nemen van het WBR en van Krooswijk. Dat doet me wel een beetje, ik heb daar toch wel, ik moet iets loslaten. Want je hebt hier toch altijd met plezier je werk gedaan. Winter maar weer nee. Het is weer voorbij. Heb je al een idee wat je gaat doen na je pensioen? Ja, ik ben gek op films. Ik heb ontzettend veel dvd's en cd'tjes. Ik hou erg veel van fietsen. Dus ik denk dat ik mijn eigen daar wel mee gaat bezighouden. En ik heb een caravan, dus daar ga ik meer gebruik van maken. Wij rijden elk jaar, één keer in het jaar, in het voorseizoen rijden we naar Spanje toe met dat ding. En ik denk dat ik gewoon wat meer daar gebruik van ga maken om een beetje meer naar een zonnig gebiedje te gaan. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik hoop je toch een keertje nog een keer in Krooswijk te zien. Nogmaals, bedankt voor die fijne jaren. Ja. Ik ga het zeker volgen hier, zo wat hier allemaal staat te gebeuren in de wijk. Daar wil ik wel bij betrokken blijven, tenminste op een zijspoortje.